Hoe ga je om met regels van de overheid? Momenteel is dat een heel dilemma aan het worden wereldwijd. In een grijs verleden, nog niet zo lang geleden, waren het bepaalde landen die de goddeloosheid hoog in het vaandel hadden. En waar mensen die in God geloven verdrukt worden omdat ze geen doorgang vinden in hun religie daarin, in hun overtuiging daarin. Ik heb het over religieën. Ik heb het over geloven en overtuigingen. Ik heb het over mijn geloof in Jezus Christus, de Heilige Geest en God. Ik heb het over de wereldeconomie. Ik heb het over de verschillende landen. Ik heb het over Babel. Ik heb het over de toren van Babel die ooit gevallen is. En iedereen is erin gerukt. Allemaal staat het in de Bijbel geschreven en allemaal heeft het een oorsprong. Het paradijs waar we uit zijn gezet. De zonsvloed die we hebben meegemaakt en waar wij overlevenden van zijn. Wij zijn Noach. We zijn allemaal familie van die ene Noach. En uiteindelijk gaan we weer terug naar Adam en Eva. En voor die tijd was God er al. Hij heeft ons gemaakt en na die tijd is er veel gebeurd. We zitten nu in een periode, dat noem ik het vierde era. Era is een tijdbestek van zoveel jaar. In de Bijbel hebben ze het over vierde koninkrijk. Nou, ik vind een koninkrijk een era, een nieuw era, het vierde era. We zitten in het vierde era en we maken nu mee dat nergens in de wereld, ook geen enkel land, heeft meer Gods aangezicht in het vaandel. Zelfs Amerika niet, die momenteel door heel veel christenen als zijn het ware land wordt genoemd, met Trump als president daar, die eigenlijk een man van God wordt genoemd door heel veel mensen. Het is ook het land waar de mormonen zich huisvesten, maar het is geen land wat Gods wet voldoet. Omdat er in het land heel wat dingen gebeuren waar het daglicht niet verdragen kan en wat ook niks meer met mensenliefdheid van God te maken heeft. Maar buiten die andere landen om, ik leef niet in Amerika, ik leef ook niet in België, ook niet in Duitsland, ik leef in Nederland. Daar heeft God me neergezet. Ben ik hier gebleven, ik had naar Spanje kunnen gaan ooit. En in Spanje is het uiteindelijk niet geworden, het is hier in Nederland geworden. Huisje, boompje, beestje. En hier heb ik mijn koninkrijk. Samen met Gilda, mijn vrouw. Samen met de katten, het huis. God is hier aanwezig. En als God niet aanwezig is, dan vragen we weer of hij hier aanwezig wil zijn. Dan merken we dat hij hier is. Hij is ook in de wereld om ons heen. Nou. En daar gaat het om. Gerrie, de politiek. Hoe denk je erover? Ben je de politiek gehoorzaam? Ja. Romeinen 13 spreekt van dat geen enkele overheid is onder God gesteld. Geen enkele overheid is boven God gesteld, maar onder God gesteld. Iedere overheid staat God boven. Ook in deze overheid in Nederland, God staat erboven. Alleen wat met Babel al gebeurde, dat geeft nu al zijn geschiedenis heeft dat al waargemaakt. Hè? Hoe ga ik om met de overheid? Nou, persoonlijk zeg ik, bepaalde dingen die de overheid beslist wat indruist tegen de Bijbel, kan niet. Kan ik niet aan meedoen. Het huwelijk, wat in deze tijd gewoon wordt beschouwd als een. Ja, het huwelijk is voor deze overheid iets wat heel normaal is om te gaan scheiden. Het is niet meer eeuwig bij elkaar. Het is gewoon een formaliteit wat op papier komt. En meer en niet minder is het. Het is niet meer het huwelijk wat ooit in deze overheid in de vorige eeuw samen eenheid vormde. Ik ga het hebben over de homofilie, over homoseksualiteit. Man en vrouw zijn geschapen uniek van elkaar, maar niet los van elkaar. Maar mannen onderling en vrouwen onderling zijn wel los van elkaar geschapen. Ook het heel fijn is en ook al die heel veel fantasieën hebben. Het is niet Gods bedoeling geweest. De natuur is mannelijk en vrouwelijk.
De dieren zijn mannelijk en vrouwelijk. De mens hoort ook mannelijk en vrouwelijk te zijn op één planeet, de aarde. Ik ben zelf een hermafrodiet. Dat wil zeggen dat ik, ja, dat zul je maar niet, vergeet het maar snel. Ik ben een man die heel vrouwelijk is. Ooit ook gedacht, gewild dat ik een vrouw was in mijn vroege kinderjaren. Ook me zo wel gedragen en gekleed. Op een gegeven moment ben ik toch erachter gekomen dat ik een man ben. Toch met een vrouwelijke eigenschap. Het maakt me wel dat ik een man ben en geen vrouw ben. Dat is ook zo. Alles moet maar één zijn in deze tijd. Gaat ook tegen Gods wet in. Euthanasie. Ook al heb je een hele ernstige bedreigende ziekte. Ik ben zelf ook gehandicapt. Ook al... Ik heb zelf ook tinnitus, oorzuizen. Daar gaan mensen al euthanasie om willen ze overplegen. Nee, ik draag het met God samen. God wil niet dat ik mijn hele leven zelf beëindig. Euthanasie wordt toegestaan. Abortus, het moet allemaal maar kunnen. Je moet zelf kunnen bepalen of een kind in de wereld komt, ja of nee. Nee, ook een verkrachting. Ik ken al die verhalen, ken ik wel. Nee. Het is niet de schuld van de vrouw dat ze zwanger wordt, maar van de verkrachter. Maar het kind moet niet de dupe ervan worden. Dat is wel een levend iets wat je weghaalt. Dat zijn dingen die de overheid in deze dagen bepaalt, waar ik absoluut tegen ben. Het geven van medicijnen die ik niet wil hebben. Terwijl ik niet ziek ben, iets in me stoppen, weiger ik ook. Maar wat doe je daaraan? Nou ja, goed, ik weiger het gewoon als het zover is. Ik neem het niet. En als dat mijn leven kost, dan kost me dat mijn leven. Als het mijn huis kost, dan kost me dat mijn huis. Ik ben er niet bang voor. Dit leven hier duurt maar zo kort. Ik zeg het niet snel, maar ik ben 50. Ik heb misschien nog 40 jaar of 50 jaar hooguit voor me. En in die 40, 50 jaar wil ik me niet druk maken of ik mijn huis had uitgezet of niet. Dat heb ik al gedaan. Ik ben dak- en thuisloos geweest zelfs. Maar het is allemaal goed gekomen uiteindelijk. Daar ben ik niet bang voor. Mijn zoon los van God zien, dat zie ik wel als een onmogelijkheid. Dus God zal me de weg leiden. Wat ik aan jou wil zeggen, probeer niet te veel te stil te staan wat er mogelijk gaat gebeuren. Probeer wel te doen wat je moet doen van God. Een mondkapje, ja, je weet het al van mij, ik ben er niet tegen. Ben ik ervoor? Ja. Weet je, als ik ergens niet tegen ben en ik ben er niet voor, ik draag het omdat God het niet verbiedt, het mondkapje. Het is geen teken van slavernij, kom op zeg. De sluier om het hoofd van de vrouw, onbedekt mag ze niet bidden. Het staat er allemaal, Paulus heeft er goed over geschreven. Paulus is ook Saulus geweest, heeft de christenen vervolgd. In Leviticus 13 staat genoeg over mondkapjes, de zieke mensen die ze moeten dragen. Het is een preventief middel. Ik geloof ook dat het een middel is om uiteindelijk een groter doel te middelen. Een groter doel te verwezenlijken. En dat is gewoon dat er te veel mensen op deze wereld zijn. Ja, simpel. Luister mensen, ik ben gehandicapt. Ik heb geen hoge opleiding, ik heb op de BLO gezeten, bijzonder laag onderwijs, heel laag onderwijs gehad. Ik heb het nooit verder geschopt dan dat. En ik ben gehandicapt, ik ben kreupel, zoals er gezegd, een kreupele ben ik. Ik tel in deze maatschappij niet mee. Nee hoor, de overheid heeft me het liefst niet, de wereldmacht hebben het liefst ook niet. Hitler had me liever ook niet, als ik in de Tweede Wereldoorlog had geleefd, dan was ik toch afgemaakt. Maar ik leef niet in de Tweede Wereldoorlog, ik leef toch steeds, dankzij Gods ontferming. Wat ik wil zeggen als gehandicapte. Ik heb ook astmatische bronchitis gehad. Ik weet wat een mondkapje doet. Ik heb ook wel eens een mondkapje op als het heel erg stinkt. Bijvoorbeeld de Rendak, een fabriek hier in Burgum. Zo'n vieze lucht heeft die fabriek, waar de dieren lijken verbrand. Maar het moet allemaal komen, het is allemaal goed voor de economie. En dat is het wat ik ervan vind. Ik weet al heel lang... Ja, mensen die me al kennen, ik waarschuw al heel lang voor de eindtijd. Alleen mijn waarschuwen is wel veranderd. Ik heb zo gewaarschuwd, net zoals velen nu. Jezus komt terug, op een zekere moment hou je er maar klaar mee, kies voor God. En op een gegeven moment heb ik door een paar Anabaptisten iets geleerd. Geleerd van andere mensen. Doordat ik mezelf niet meer in die eindtijd moest wanen. Voor mij was de tijd stil komen te staan en ik leef nu ook het nu. Vandaar dat ik op deze Facebook
Tempus Nunc heet. Tempus Nunc wil zeggen, de tijd is nu. Ik heet ooit Tempus Fugit, de tijd vliegt. Voor mij vliegt de tijd niet meer, voor mij is de tijd stil blijven staan. Kun je je voorstellen, hè? Raar hè, dat ik zo leef, maar ik leef zo. Ik ben namelijk een gehandicapte man. Ik heb alle hulp van iedereen nodig. Ook van degene die mondkapjes dragen. Ook van degene die geen mondkapjes dragen. Ook van degene die straks een vaccinatie gaan nemen. Ook misschien die chip gaan nemen. Ik heb toch die hulp van die mensen nodig. Want ik wil barmhartig zijn. Ik wil nederig zijn. Ik wil ootmoed zijn. Tot het hier gebeurd is hier op aarde. De overheid heeft niets te zeggen. En dat gaat de overheid merken. Wereldwijd, welke overheid dan ook is, staat onder God. En er komt de tijd dat God zegt, nu is het gebeurd. Dan gaat God zijn legermacht openen. En dan komt er iets op aarde wat ongekend is. En daar wacht ik op. Ga nou niet jezelf al in de hemel wanen. Dat doe ik ook niet. Dat je denkt, nou ik ben er, ik word opgenomen. Ik ben al in de hemel, ik kan een feest vieren. Je bent nog op aarde. En God heeft je niet voor niets op aarde gezet. Wanneer het jouw tijd is, dan is Gods troon. En waar Jezus Christus aan de rechterhand zit. En dan ga je verantwoorden. En als je hebt laten dopen. En Jezus Christus dopen krijgt het koninkrijk. Maar als je Jezus Christus hebt aangenomen. Als jouw redder en verlosser. Dan zal hij bij je zijn. Dat heeft hij je beloofd. Maar dat spreekt niet aan zich. Dat jij er bent. Dat vind ik geen evangeliseren. Wat ik evangeliseren vind. Voor iemand neervallen.